Adrie, goed je weer te spreken. Ja. We hebben het over disruptie, marketplaces in de medische sector. Is dat echt een serieuze bedreiging aan het worden? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. De medische sector is. Er gebeuren echt heel veel dingen. Er moeten ook heel veel dingen gebeuren als het gaat over transformatie, transitie, nieuwe technologieën die nieuwe businessmodellen mogelijk maken. En daar spelen dan zeker ook de disruptieve zaken een rol, waaronder die marketplaces. En wat is de grootste bedreiging eigenlijk voor Mediek? De marketplaces in welke rol? Nou, Mediek, het huidige businessmodel van Mediek bestaat voor een heel groot deel nog steeds als wholesale activiteiten. En een marketplace, en of het nou een Amazon is of een specialistische club, die kunnen dat ook overnemen. Dus voor ons is het belangrijk om juist meer added value diensten te gaan leveren, zodat we niet alleen afhankelijk zijn van... Ik zie toch de medische sector en de wholesale als een relatief traditionele markt. Vind jij traditioneel en ouderwets? En ouderwets. Hoe ga jij ervoor zorgen dat die organisatie meebeweegt? En heb je daar nog tips voor andere organisaties in een wat meer traditionele sector? Hoe gaan zij om met die disruptive marketplace ontwikkeling? Ja, ik denk dat dat misschien ook het moeilijkste is. De grootste vijand ben jezelf. Okay. In dat kader geldt denk ik hier ook. Dat geldt voor mijn bedrijf, maar dat geldt denk ik voor heel veel andere bedrijven, zowel in de healthcare als wat jij zegt in andere meer traditionele of established industrieën. Nou, wat is je beste, wat is de tip om in beweging te komen als er nu mensen kijken die nog niet in beweging zijn? Hoe doe je dat? Ik denk helemaal dat iedereen wel goed in beweging is, maar ik zou zeggen ga echt praten met je klanten of ga een tijdje even slapen bij je klant. Dat hebben wij echt serieus gedaan. Okay. In een ziekenhuisbed. En dan ga je veel beter begrijpen wat voor hun belangrijk is en cruciaal. Maar als jij daar niet aan kan voldoen, dan gaat iemand anders daar aan doen. En dan heb je disruptie. De belangrijkste vijand ben jezelf in de gevestigde industrie. Ja, dat is een goeie. En daar moet je dus uittreden vanuit het perspectief van je klant. Precies, uittreden, gaan naar buiten toe, letterlijk en figuurlijk. Ja. Ik denk dat wij dat gaan doen. Oké, cool. Succes ermee al. Nou, wat we nu heel erg zien is dat groothandels eigenlijk heel veel rollen proberen op te pakken. Ze willen en inkoop doen en voorraad houden en klanttransacties doen en de klantenservice zijn. En naar mijn idee moet je één van die rollen gaan oppakken. Of je moet zeggen van ik ga de ketenregie nemen en dan ga ik proberen schakels zijn over al die losse onderdelen die heel erg gespecialiseerd zijn heen. Ja, wij zijn een manufacturer, we zijn geen retailer. En we hebben natuurlijk ons offline kanaal wat heel erg belangrijk is, maar het online kanaal als retail of e-retail is net zo belangrijk voor ons. Nog niet zo groot als ons offline, maar als je kijkt waar de bezoekers komen, waar jij en ik vandaan komen, hè, waar wij onze online boodschappen doen, daar willen wij natuurlijk ook zijn als een goal. Dus vandaar dat we ook zeker daar de kansen zien. Dus daar zijn de schaal en de bezoekers, nou, distributie, hun bezoek. Ook wel om je merken te bouwen en te ondersteunen. En als jij het niet doet, doet iemand anders het. En dat hoeft niet altijd goed voor je merken te zijn. Welke impact heeft marketplaces op je business? Is nog lastig in te schatten. Dat ze impact zullen hebben is een ding wat zeker is. Maar we zijn er wel elke dag mee bezig om daarop voor te bereiden met de kennis uiteraard die we vandaag hebben of denken morgen nodig te hebben. Ja. En welke impact heeft het vandaag? Vandaag nog niet zoveel. Okay. Binnen de Nederlandse markt waar we nu actief zijn, merk ik daar nog niet zoveel van. Ja. De impact is er nu nog niet, maar je kunt wel op voorsorteren gaan. Je ziet dat het een bepaalde trend opgaat. Technologie heeft ook veel impact. Ja. Wat doe je om je te gaan onderscheiden, toegevoegde waarde? Natuurlijk los van een basis, een aantal dingen die goed moeten zijn. Maar ik denk dat waar wij echt in onder willen onderscheiden is de ultieme klantreis bij Indy. En daarbij onze productkennis maximaal inzetten. Wat zijn daar de belangrijkste punten in? De klantreis is in het algeheel. En dat gaat van de bestelling tot met het pakketje ontvangen. Ja. En dat die onderscheidend is. Dat je een beetje het wow-effect gaat creëren, om het zo te zeggen, in die hele klantreis. En dat kennis is echt wel een belangrijke toegevoegde waarde om het juiste advies te geven, de juiste informatie te verstrekken en anders als de standaard content, maar meer naar de toepassing. Ja, precies. En hoe breng je die kennis over? Hoe doe je dat? Uiteraard naar je klanten, door in onze klantenservice. Ja. En enerzijds, anderzijds dus ook door content, meer in content te gaan aanbieden aan onze klanten. Ja. In onze blogs, daarover schrijven, maar ook bij klanten op bezoek gaan. Ja.
Het is echt wel gewoon die persoonlijke relatie, ondanks dat jullie een digitaal platform zijn, of ondanks. Ja. Jullie zijn een digitaal platform. En dan zoek je wel de combinatie van persoonlijk contact en digitaal. Dat om ook veel te leren van klanten en wat daar gebeurt. Dus persoonlijk contact alleen op een andere manier.